Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. En in dit programma hebben we het natuurlijk weer over het wel en wee in de wereld van ringsporten. En ook boxing influencers. Want we hebben vandaag ook weer speciale gasten. Aan mijn zijde natuurlijk weer de man die er altijd bij is. Oftewel Melvin Manhoef. Yes, yes. Dan hebben we een nieuwe heer aan tafel. Sander van Vliet. En als laatste hebben we daar Adnan Abdelghany. Ja, toch. Jawel, heren, welkom. Het is voor jullie allebei voor het eerst aan de tafel van The Punch. Ja, klopt. Klopt. Dus beginnen met Adnan. Ja, dat is een beetje jouw PR-momentje even. Ja, inderdaad. Alleen, we moeten nu nog gaan vechten en dan is het nog meer gepr'd. Ja, want dat is eigenlijk voor een echte atleet natuurlijk... Het belangrijkste. Je praat natuurlijk eigenlijk door middel van je partij. Adnan Abdelghany, wat kan je van hem... hoe kan je hem omschrijven? Gaat naar voren. Houdt van vechten. Is echt in hart en nier vechten. Waarom dan? Nou, omdat hij durft, snap je? Hij was vorige keer op de weging was hij te zwaar. En hoeveel kilo? Een kilo. Oh. En heeft hij binnen een 20, 30 minuten ging echt strijden, gewoon pap, heeft hij het eraf gehaald, snap je? Hij wil een gele kaart gehad daarvoor, want je mag niet te zwaar zijn. Binnen hoeveel minuten heeft hij die kilo eraf gehaald? Ja, 20 minuten, man. Vertel even, dat is toch even... Nou, hij ging gewoon rennen. Gewoon trappen rennen? Op, ja, rennen, trappen op, zweten en dan zei oké, mag ik staan? Oké, anders kon hij... Heel Nederland doet maanden over een kilo eraf te krijgen. Ja. Dus, en die vechters die pompen dat gewoon binnen een half uur eraf. Ja, echt. En dat is dus, maar dat is ook, kenmerkt hem een beetje, dus hij wil echt wel gaan. Ja. Dus het is altijd een attractieve vechter, hij is allround. Ik heb de laatste wedstrijd heeft hij tegen Kwasa Atulis gevochten, was nog onbeslist. Ja. Nou, dan zie je dat echt de twee jongens die net zeg maar aan het begin zijn van hun carrière, ja, dat ze dan allebei heel getalenteerd zijn. En dan zie je dus dat ze eigenlijk zo ver al zijn, heb je eigenlijk een onbesliste partij. Dus ja, in principe smaakt dat naar meer of naar een rematch. Een keer, ja, zeker. Een rematch tegen Atulis. Ja. Dat wordt er ook weer vuurwerk natuurlijk. Ja, zeker. Even naar de andere gast, Sander van Vliet. Je zit hier tussen twee aardige, doorgewassen heren die de ring al bekend is. Heb je ooit zelf al eens een keer in de ring gestaan? Nee, nog nooit. Heb je ooit überhaupt gebokst? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, ook niet, nee. Nou ja, allereerst respect dat je deze uitdaging aanneemt. Ja, ik ben in het diepe gegooid, maar ik ga gewoon vol gas, train twee keer per dag. Moet gewoon doorgaan. De jongens waar ik mee train, die zijn super aardig en super relaxed. Waar train je? Fighting District. Maar die zijn alleen super aardig als ze niet aan het boksen zijn. Oh. Als ze aan het boksen zijn, dan komt de duivel weer naar boven. En dan zitten ze tot de drillen en gewoon doorgaan. En ze pushen me tot de max. En opeens voel ik ook heel anders in mijn lichaam. Want ik deed altijd aan gewicht heffen. En nu is het opeens alleen maar boksen, cardio op een heel ander niveau. En hoe bevalt dat überhaupt? Ja, de eerste week dacht ik echt, dit ga ik niet doen. Nee. Maar toen dacht ik van, straks dan geef ik weer iets op. En ik denk, nee, we gaan door. En nu de tweede week weer dat ik vol gas aan het trainen ben, heb ik er zin in. Ik ga weer terug elke keer zonder problemen. Ik denk er niet meer over na. Gewoon doorgaan, boksen. Ik merk gewoon die klappen die ik krijg, want ze slopen me daar. Ja. Het interesseert me niet eens meer. Als ik een jij zegt slopen, jij zegt slopen. Ik zie hem knikken, ik zie hem knikken. Ja, maar dat is wel hoe het werkt, toch? Kijk, je kan niet zeg maar... iets bereiken zonder er iets voor te moeten doen en of het zwaar is, het maakt niet uit wat je wilt doen, snap je, nou is het boksen, maar je moet ervoor werken, snap je, en ja, het kan af en toe pijn doen, ja. En dan is het een keuze, net wat ik zeg, ga je weg of blijf je, dan ga je blijven, dus ja, dat kenmerkt hem al dat het echt een vechter is natuurlijk, en hij traint in principe, traint hij bij de sportschool van Saïd Malik, die dus ook in de competitie zit, weet je, ja. 65 kilo, dus ja. Dus het is eigenlijk wel aan de bak met de jongens in ieder geval. Want dat is het ook, hè? Je dacht dat je fit was, maar nu kom je erachter dat er nog wel even een graduatie hoger ligt in nog fitter zijn. Dat je dacht van, oh, daar heb ik dit echt Ik dacht dat mijn conditie goed was, maar mijn conditie was helemaal niks. Nee, maar mijn conditie wordt nu wel echt steeds beter. Want we hebben daar ook een speciale trainkamer, een hoogtekamer. Ik heb het gevoel dat ik op 4 kilometer hoogte sta te trainen. Dus mijn zuurstof is anders en je bent veel sneller back-up. Maar als je dan door blijft trainen... Hij dubbel zo snel je conditie omhoog krijgen. Yeah. En dat doe ik dan elke ochtend. En dan de avond doe ik of zaktraining of ik ga weer conditietraining. Dus elke keer als ik klaar ben, dan weeg ik mijn shirt weg een kilo omdat het helemaal zeiknat is. Ja. Dus Adnan, wat vind je ervan? Zeg maar, hij heeft nog nooit zeg maar, voor het eerst... Hè, ik vind dat wel knap, weet je. En vooral als je dan 2 keer op een dag traint
het vraagt heel veel van je, weet je. Bij mij nog steeds, het is nog steeds keizwaar. Dus ik vind dat super knap. En vooral als je het de eerste keer gaat doen, zeg maar. En het is ook een uitdaging, weet je. Als je weet dat jij over een paar maanden in de ring staat en dat je tegen iemand staat die ook keihard heeft getraind. Je gaat elkaar pijn doen. Het is niet sport gewoon van... het is geen schaken of zo. Ik zet die, jij zet die. Nee, het is elkaar gewoon pijn doen. Het is elkaar killen. Ja, ik zet die look, ik en jij zet die look. Ja, vooral is er veel te bewijzen, weet je, tegenover elkaar. Dus ze gaan er echt voor. Ja, dat is het. Ja, als ik daar aan denk, ik zie zelf dat ik al daar aan loop en ik denk van, wie ga ik teleurstellen? Ik ga niemand teleurstellen. Hey, even terug, want je kwam zeg maar, op een gegeven moment van het programma af. En dan is er bij jullie zeker zeg maar, als het gaat een beetje over toch een beetje de verleiders die op die manier toch even binnenkomen. Jullie komen toch even zeg maar, rommel maken. Hè, want, rommel maken. Hoe is dat dat je ineens landelijk super bekend bent? Dat je eigenlijk niet eens meer naar de supermarkt kan, om het maar even zo te noemen. Ja, super bekend wil ik het nou ook weer niet noemen. Ik heb het gewoon niet door. Ik heb wel vaak, als ik dan ergens langs het terras loop, zie je al die kopjes draaien, hoor, zo smoesen of wat dan ook. Of mensen op de poten willen. Maar ja, ik zou mezelf niet herkennen, snap je? Omdat ik niet zeg maar zelf daarop let of ik dan mensen van tv zie. Heb ik nooit gehad. Ik denk, oh kijk daar, wie daar al. Heb ik nooit gehad. Nee. Dus, ik kan me daar ook niet in inleven. Hoe is er niemand op deze aardbodem als die voorbij komt dat je denkt van... Oh, dat vind ik eigenlijk best wel vet. Wie? DJ Pauly D uit Jersey Shore uit Amerika. En waarom hij dan? Ja, weet ik niet. Omdat ik 10 jaar lang naar zijn programma heb gekeken. En ik weet niet, ik vond hem altijd vet. Ik heb ook zelf een tatoeage gezet, een ster om mijn elleboog gezet. Ik weet niet waarom, maar als ik hem ooit tegen zie, laat ik vaak wel even foto. Maar voor de rest staat me echt helemaal niks. Want ik kwam laatst ook bijvoorbeeld dan mij. Sorry? ik lag in mijn belja bij Naoboel. Ik kijk naar het bedje links van me. Ik hoor die maatjes van mij smoesen. Ja, dat is Anthony Joshua. Die heavyweight. Ja. Kijk, ja. Ik wist niet wie het was. Oké. Hij gaat boksen, hè? Ja, ze waren de hele tijd op de foto met hem. En hij zei, nee, ga weg. Maar uiteindelijk was het wel gelukt. Maar ja, ik werd er niet warm of koud van. Nee, ik uiteindelijk wel hoorde wie het was. Ja. Oh man, dat is Anthony Joshua. Ja, nee, oké, maar ik snap het, als je er niet in zit, als het niet je... Ongeacht, dan was het iemand anders geweest die zo bekend zou zijn. Het boeit je op dat moment niet. Nee, ja, tuurlijk. Je hebt dat gewoon bij zo'n... Ik vind het leuk om even te horen van, nou, dat was die en die, ja, prima. Maar daarna ga ik wel gewoon lekker mijn eigen ding doen. Het is niet zo dat ik ga kijken wat ben jij aan het doen de hele tijd. En heb jij iemand waarvan je zegt, van, als ik die ooit zou tegenkomen, nou, ik ben gewoon eerlijk, dan zou ik wel een beetje denken van, doe toch even die foto maken. Mike Tyson. Ja, toch wel? Ja, tuurlijk. Iron ja. Mike? Butter. Ja, ja ik denk dat dat wel voor heel veel atleten, zeg maar, Mike Tyson wel een soort icoon is, snap je? Heb jij hier nog iemand? Ja, ja, Mike is voor mij. Ja, snap ik. Dat is Mike, snap je? Ja, als ze dan zeggen, als je dan vergelijken zelfs met Tyson, ja, dat is gewoon, voor mij is dat gewoon... Ja, dat is gewoon mooiste compliment. Ja, mooiste compliment wat je kan krijgen, snap je wat ik bedoel? Maar, iedereen heeft dat, ja, zeker de jongens in de atleten die bij ons zitten, hebben wel iemand. Badder is ook heel veel, snap je? Dat is ook een talent. Ja, dus, dat is ook nog steeds een rockster als die binnenkomt. Dat is ongelooflijk. Je hebt er heel veel gewoon in het kickboxen, snap je? Dus dat is in ieder geval heel fijn, snap je? We zijn goed vertegenwoordigd. Maar dat is wel mooi, hè? Want als je dat kijkt naar de laatste 10, 15 jaar, hoe groot sommige vechters zijn geworden wereldwijd en wat een iconen er eigenlijk zijn geworden op die manier. Ja, dat is toch hartstikke mooi, want je weet waar we vandaan komen. Ja. Snap je? En dat is ook het mooie met die mix. Weet je? Het wordt steeds geaccepteerder, het wordt steeds beter. Ja, het is gewoon geweldig. Ja, heren, want nu zitten jullie bij elkaar. Jullie hebben allebei een hele andere achtergrond. Ben jij een beetje goed met social media, Eden? Ja, als ik het wil, maar liever niet, weet je. Ik ben niet echt zo... Ik zit er niet 24-7 op. Nee, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel nu. Ja, klopt. Dus ik ben ook steeds meer aan het oefenen, zeg maar. Maar ik vind het wel een beetje lastig. Hoeveel volgers heb je op Insta? Wat zal het zijn? Nu 450 of zo. En jij, Sander? 111.000. Dat is wel een heel groot verschil. Wat zou hij beter kunnen doen, zeg maar, om iets meer followers te creëren? Wat denk jij? Wat zou goed zijn? Nou ja, ik heb dus een beetje onderzoek gedaan hoe je het beste followers krijgt. Het is altijd posten om een bepaald tijdstip. Precies, bijvoorbeeld 1400 uur. En regelmatig. Instagram moet openstaan. Als hij dicht staat, hoef je niet gepost, want dit zit niet. Maar als je openstaat, gewoon elke keer precies om 2 uur, dan kom je in een soort algoritme terecht. En dan post je om de 2-3 dagen een foto, zodat je actief bent. Gewoon. Niet elke dag? Nee, niet elke dag. Mag wel, maar ja,
je moet wel mooie foto's maken. En jouw feed moet natuurlijk allemaal een beetje op kleur zijn. Niet zo dat je ergens in het donker staat en dan een hele lichte foto's. Je kan, die rijtjes moet je allemaal precies een beetje goed doen. Allemaal gewoon leuke foto's. En niet een selfie als je op de wc zit. Of gewoon overal dat je denkt, nou, ik ga nu even een foto posten. Je moet over nadenken wat je post. Kijken naar die foto. Ga het niet lijp bewerken zoals al die wijven het allemaal doen. Nee. Weet je. Heb ik toch niet nodig? Nee, daarom. Daarom. Die face apps of weet ik hoe het allemaal heet. Dat is toch zo lelijk. Sorry. Dat je dan aankomt dat je denkt van... Ja. Maar goed, die foto's moeten wel bijna een fotoshoot-achtige foto's zijn. Nee, fotoshoot wordt niet meer gewaardeerd. Als je echt voor de camera staat en zo, dat krijgt bijna geen likes. Dat heb ik ook gemerkt. Ik heb als een fotoshoot gehad en ik kreeg 5000 likes een foto. En terwijl ik aan een andere foto waar ik gewoon zat en gewoon goed aangekleed was, kreeg ik 10.000 likes. Maar mensen willen gewoon eigenlijk die spontaniteit zien. Ze willen gewoon zien wat je aan het doen bent, waar je bent. Vooral in het buitenland is het natuurlijk leuk om goede foto's te maken. Toen ik in Dubai was, natuurlijk hele leuke foto's gemaakt. Met de rolls die gehuurd had. Ja, dat vinden mensen leuk om te zien. Ja. Omdat ze natuurlijk ergens naar willen kijken wat hun ook willen. Als jij elke keer een foto maakt op een trappetje in Amsterdam, ja, hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat je in Amsterdam bent, maar ze zien liever iets van, oh, dat zou ik ook willen later als ik groter dat, ben. Hè? Dat is echt, hè? Dat is toch die subwereld wordt bijna gecreëerd op die manier. Terwijl... maar meer gewoon... Ja. Nou, dat zou ik ook graag willen. Dus dat motiveert misschien ook weer mensen om harder te werken of wat dan ook. En de kracht van Instastory dan? Even, want jij bent nou een soort kenner aan tafel. Weet wat de... Ik heb met Instastories, heb ik, als je één story post, wordt die heel weinig bekeken. Ik heb wel eens dat die dan 10.000 keer bekeken wordt, maar dat is gewoon 10%. Maar wij zouden mooi zijn. Ja, maar op 111.000 is dat heel weinig. Ja. Dus toen ging ik een beetje kijken, maar als je dan bijvoorbeeld een Q&A is, zo'n vragen-ding, dat je vragen aan je kunt stellen over een ander soort spelletje. Die vinden ze leuk, hè? Ja, gewoon vragen stellen. Ja, dan stellen ze de raarste vragen. Maar als je dan een hele rits hebt, bijvoorbeeld 15 stories, dan wordt het in één keer 60.000, 70.000 keer bekeken. Oh, dat is dan een heel groot verschil. Ja. Mensen willen toch je verhaal volgen? Ja, inderdaad, ja. Nou ja, volgen, of ze kunnen je irritant vinden, maar ja, weet je, ze volgen je. Of ze kijken omdat je irritant bent. Dat zou ook kunnen. Dat kan allemaal zijn. Dat gaat heel schommelend. Het ligt er echt aan wat er gebeurt. Want bijvoorbeeld toen ik in het ziekenhuis lag, ging dat opeens heel viral. Ja, want je hebt corona gehad en je lag aan de beademing zelfs. Ja, dat is nu 6-7 weken geleden of zo. Oh, wow. Maar toen gingen in één keer 16.000 volgers erbij komen. Dus dan willen ze kijken wat jij dus in het ziekenhuis leed doet. Van een ander, leed van een ander scoort ook. En ook vaak dat ik op al die juice channels terechtkom, dat ik van weer wat uitgevreten. En dan zie je in één keer weer alles omhoog schieten, omdat het natuurlijk weer overal gedeeld wordt op al die sites en alles en zo. Maar daar probeer ik een beetje van weg te blijven, want het is alleen maar haat en verderf. Maak je veel haat mee ook, negatieve... Ik heb de ergste dingen wel gelezen, ja. Ja? Ja. Ja. Ja, maar dat is wel natuurlijk met het social media, snap je? Dan krijg je dat wel heel veel. Maar in principe, het is een soort spreekluik voor mensen die het niet rechtstreeks in zijn gezicht willen zeggen. Precies. Het is heel makkelijk om natuurlijk vanuit je beeldscherm iets te roepen en een comment. Er zit een hele duistere kant aan. Ja, maar ik heb de ergste dingen gelezen dat ik denk van, wauw, hoe kan je dat zeggen? Ja, hè? Ja, dat, maar op een gegeven moment heb je daar ook een schildje. Ja, maar dat is voor jou, is dat niet goed, Mel? Jawel. Jij wil gelijk weer die ringen. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik gedraag me gewoon netjes. Maar ik vind het gewoon zo, je weet toch, je voelt je zo machteloos, weet je wel. Zeker als je kwetsbaar of andere dingen, weet je. Ja, nee, ik snap het. Maar ja, het is wat het is. Dus, ja. Nu heb je een beetje gehoord zeg maar, van Sander zeg maar, qua media-aandacht, wat er allemaal bij komt kijken. Wat zou je aan hem willen meegeven, omdat hij toch voor zijn eerste partij gaat doen? Voor in de ring? Ja, wat is een tipje voor hem? Ja, blijf gewoon kalm, rustig, ademhalen en ja, gewoon veel denken. Ja. En altijd die jab, als je niks weet, gewoon jab. Rustig nadenken, dat heb ik dus net geleerd en dan merkte ik al dat ik... Veel beter als je gewoon staat en je ziet gewoon, en laat je maar een paar klappen krijgen en je hebt maar één keer die opening te zien. Gewoon rustig blijven, niet boos worden. Maar, dat is het belangrijkste. Ja, ben ik niet wel blij mee dat jij dat gezegd hebt, want dat had ik net een beetje onder de knie gekregen. Om gewoon rustig te blijven en te kijken, dus goed dat hij het zegt. Dus, Natuurlijk, als je paniek gaat, ja, daarom, als je paniek krijgt in je hoofd, dan wordt het alleen maar nog veel erger. En dat had ik in. Dan stond ik, wat moet ik doen? Want ik zeg, hey, stop. Dat was echt de eerste dag gewoon. Ik dacht, ja, wat moet ik doen? Dus gewoon rustig blijven, gewoon kijken of hem vastpakken als je het even niet meer weet. En vooral niet terug toekeren. Be protective at all times. Trouwens, laten we even kijken. Jij bent trouwens nog bij Jackie Chan even langs geweest, hè? Jackie Chan, ja, klopt. Ja, hoe ging dat? Ja, ging wel goed. Ging wel goed? Ja, zeker. Nou, laten we even kijken. Edman bij Jackie Chan.
aflevering ben ik met Adnan. Hoe gaat het met jou? Ja, goed ook. Goed met jou? Ja, met mij gaat het ook goed, dankjewel. Heb je wel vaak op een boksbal geslagen? Een paar keer, niet echt vaak. Niet echt vaak? Heb je ook wel eens getrapt op een boksbal? Nee? Nee. Oké, nou, we gaan het simpel houden. Ja. Deze keer mag je ook gewoon gaan slaan. Hoeveel denk je dat je ongeveer gaat halen? 850. 850? Ja. Oké, je weet het deal, hè. Als je 805 staat of erboven, mag je een challenge voor mij pakken. Ja. En anders ik eentje voor jou. Ja, is goed. Succes! Ja, dankjewel. Oké, die klonk hard. Ja. Dat wordt weer iets voor mij. Iets voor jou. Daar gaan we. Open je bankieren-app en laat zien wat je als laatste hebt uitgegeven. Oké. Gaan even kijken. Ik denk dat ik het wel weet. Oh, een ijsje. Een ijsje. Oh. Niet zo bijzonder. Ja, toch? Een ijsje. Ah, oh, lekker. Ja? Nou, we gaan kijken waar Adnan staat in het klassement. Niet onverschrokken hè, dat je zo goed hebt geslagen. Ja, dat is wel, daar doen we het voor. Ja, ja. Inderdaad. Ik ben toch wel benieuwd, is er al een tegenstander bekend voor Sander? Ja, we zijn ermee bezig. De contracten zijn nog niet getekend, dus we houden dat nog eventjes voor ons. Maar ja, wil je dat zien, dan moet je gewoon Boxing Influencer blijven volgen. Dan kan je zien tegen wie Sander uitkomt. Oké. Okay. In ieder geval een hele dikke pot. Is er überhaupt iemand waarvan je zegt van die wil wel eens even een draai om zijn oren nou, geven? Nou, ik heb wel een boekje hoor. Ja. Ik heb wel een boekje die zegt. Jij hun. Ik weet niet, ik heb wel een paar mensen gekregen van ja, ik wil ook wel. Oh, jou, die reageerde bij jou zo van helaas, ik wil die Sander wel even een pakje geven. Dus ik weet niet wat het verhaal is. Ik weet niet wat het verhaal is met een. Ik denk dat ik wel iemand kan bedenken. Ja, wie was dat? Is dat een fitje om een naam? Ik denk dat Jamie dat was. Kijk even langs. Wie nog meer? Ja, en Hakan. Oké, okay. En wie nog meer? Kijk, we kunnen gewoon doorgaan, hè? Ja, maar ja, dus. Ik moet er wel iemand hebben die een beetje relevant is. Ja. Ik heb er nooit op gereageerd om uitgesproken, maar ik denk, nou ja. Oké. Helemaal niks. Ja, maar dit is wel wat we nodig hebben, jongens. Oh shit, een beetje relevant. Ik heb voor de rest helemaal geen haat eigenlijk niet. Dus als ik iemand moet uitkiezen, ik zou het niet weten. Oké. Nou. Okay. Maar de gesprekken en de contracten kunnen elk moment getekend zijn. Die worden nu verscheurd. Ik denk dat er alles bij komt. Dus, maar dat is ook wel een beetje het spelletje natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk hoort het er wel bij. En als er een beetje geduw en getrek erbij kan komen, dan is het natuurlijk wel leuk. Ja. Het ligt echt aan de persoon zelf. Nou. Jij wil ook niks zeggen, okay? Nee, ik wil ook niks zeggen. Ik vind het gewoon hartstikke leuk, ik moet er aan lachen. Dus ja, dat snap ik. Ik zit nu al na te denken van wat moet ik nu doen. Dus, maar je zit al daar in je editie ik wil afronden en ik ga bellen tegelijk. Nou, we zijn dus toch aan het einde gekomen. Oké, okay, dus jij kan even gaan bellen. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. Ja. Adnan Abdelghany, Sander van Vliet, veel succes met voorbereiden. Ja, jou gaan we natuurlijk binnenkort weer zien in de competition. Ja, zeker. En bij jou natuurlijk bij de volgende Boxing Influencers. Ja, leuk. Inderdaad. Hartstikke goed. Nee. Melvin, dankjewel voor je bijdrage. Ja, bedankt. Ga jij snel even bellen, ga die contracten regelen. Ja, ga ik het zeker doen. En als jij nog wat meer wilt blijven volgen, vergeet dan niet om te subscriben op dit kanaal. Sowieso abonneer, want we gaan namelijk 5000 tokens weggeven van Crypto, oftewel Funds Official. En dat is FNDZ Official. Zorg dat je die ook volgt, want dan maak je daar kans op. Is altijd leuk om te krijgen. Bedankt voor het kijken. Dit was weer een nieuwe aflevering van de Punch. Bedankt en graag tot de volgende keer. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I it's what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I